van vrijdag 15 mei. Vandaag hebben jullie een EMOM van 18 minuten. Jullie gaan 3 verschillende oefeningen doen. Tijdens de eerste minuut doe je 15 V-ups. De tweede minuut doe je 30 dubbelunders. En in de laatste minuut probeer je 20 push-ups te doen. De eerste oefening, de V-up. Als je gaat liggen, je benen zijn gestrekt, je hak op de grond, handen op de grond, buikspieren aanspannen. Van daaruit, met je strekke benen omhoog, tik je tenen aan. Is dit te lastig? Kun je je benen een beetje buigen. Ja? En is die nog te lastig, kun je het eventueel kiezen voor een sit-up. Dus naar achter en helemaal rechtop komen. De volgende oefening, de blunders. Je springt met 2 voeten tegelijk omhoog en het touwtje gaat 2 keer onderdoor. Kun je ze nog niet zo goed? Probeer er dan gewoon zoveel te doen als je kunt. Zie het dan als een oefenmoment. Heb je geen touw bij de hand, kun je weer kiezen voor line hops. Ja, dus je trekt een lijn, dan spring je met 2 voeten tegelijk overheen. Dus heen en terug. Ja? De laatste oefening, na de blunders, de push-up. We hebben al vaker gedaan, handen naast het lichaam, buik aanspannen, doorzakken tot je met je borst de grond aantikt en opstrekken. Is hij te zwaar, duw op je knieën, blijft de rest hetzelfde. Of je kunt ervoor kiezen om op een verhoging te doen, dan wordt hij wel makkelijker. Heel veel succes weer en tot morgen.